Applaus. Applaus. Maandagmorgen, tweede Pinksterdag in alle vroegte, was de doorkomst van de 26e editie van de Europa Run door Tiel. De Europa Run is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam, waarbij mensen in teamverband een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. In de editie van dit jaar deden drie teams uit Tiel mee, die door wethouder Driessen onder grote belangstelling werden gehuldigd op het plein in Tiel. Welkom, hartstikke goed voor het goede doel. Ja, dat willen wij als gemeente Tiel ook niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Vandaar dat mijn charmante assistent wethouder Ben Brink jullie wel bekend. We hebben voor alle lopers een... We hebben voor alle lopers een handdoek van Flipje. En voor de begeleiders allemaal een... Ja, een sleutelhanger met Flipje. Laat hij de laatste kilometers jullie mascotte zijn. Een Europa Run team bestaat uit maximaal 8 lopers die ieder gemiddeld zo'n 65 kilometer lopen. Daarnaast bestaat een team uit minimaal 2 fietsers en nog een aantal mensen in de begeleiding. Naast de sportieve inspanning moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. Teams doen dit door het organiseren van allerlei acties. Zo droeg Tiel ook haar steentje bij door een ontbijt aan te bieden op het plein, waarvan de opbrengst gaat naar Europa Run 2018. Thank you.